Is het nou Japans of Nederlands? Wat is dit? Ja, dat is van Japans. En hoe heet dat? Het heet amigurumi. En dat betekent? Amigurumi betekent, ami is breiden of haken. En de gurumi is een beetje iets gevulde knuffels. Oké. En dat doe je al lang? Ik heb sinds in coronatijd. Deze dingen is bijna 1 jaar. Maar toen ik in Japan was, ja, ik breed en beet haken. In 2019 ben je uit Japan gegaan. Wat heb je in Japan gedaan? Toen ik in Japan was, werkte ik bij musea. Verschillende musea gewerkt. En wat deed je daar? Tentoonstelling organiseert en de expositie, het helpt. Oh, dus het expositie neerzetten, dat is een fluitje van een cent. Dat is heel gemakkelijk voor je. Nee, omdat toen ik in Japan was, ja, ik werkte bij musea alleen voor tentoonstellingen. Maar ik ben nooit mijzelf tentoonstellingen gemaakt. Ik ben niet kunstenaar. En 2019 ben je naar Nederland gekomen, waarom? Oh, ik ben met Nederlander getrouwd voor mijn liefde. En wie heeft die tekeningen gemaakt? Mijn man. Hoezo? Dat is zo'n begaafd tekenaar. Dat is zijn hobby. Zo, en hoe kwam je nou met die Nederlander in aanraking? Eerlijk gezegd, in 2004 tot 2007 woonde ik al vroeger in Nederland. En ik ontmoette nu mijn man, maar moest ik naar Japan terug. Okay. Zo, over 10 jaar, definitief kwam ik in Nederland. En bevalt je hier in Nederland? Ja, zeker. Ik vind prima. Ik zie dat je zelfs bij een hobbyclub in Pijnakker terecht bent gekomen met. Hoe is dat tot stand gekomen? Oh, toen ik eerste jaar in Telstar, in de krant, in het Telstar gezien. Er was een handclub. Zo, ik dacht dat, leuk om te, met de Nederlandse vrouwen te praten en te haken. Want je hebt het Nederlands al goed geleerd. Ja, ik volg Nederlandse les bij de bibliotheek. Je hebt al nu zoveel gehaakt en zoveel gemaakt. Is dat nou voldoende? Zeg je nou, ik stop? Of ga je gewoon door? Nee, ik ga gewoon door. Ja, omdat voor hen wil ik nog andere verschil onderwerpen haken. Ja. Bijvoorbeeld niet alleen dieren, maar ook zeecreature of Ja. Nou, ik zie inderdaad ook dat er hele andere attributen zijn, zoals voor een ziekenhuis. Hoe komt dat? Is dat echt specifiek Japans? Niet alleen specifiek in Japans, maar dat is een nieuw beroemde geworden in de wereld, denk ik. Maar ik wil voor de kinderen en ook, mijn zus is donker, dus over een beetje klimaatverandering. Ik wil koraal of zeecreature of haken. Oh, dat is ook mooi. Ja. Ja. Nou, dan ben je toch nog wel even een tijdje bezig. En tot hoe lang is deze tentoonstelling hier, deze expositie? Tot februari. De hele maand februari? Ja. Twee maanden, januari en februari. Nou, dan hoop ik dat er veel mensen komen kijken en genieten van de mooie werk aan je. Ja, dat